Dames en heren, goedenavond. Welkom in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Mijn naam is Maurice Kneppers, ik ben directeur van Van Dale Uitgevers. Wij vieren vandaag een levenswerk, 150 jaar geleden aangevangen. Johan Hendrik van Dale maakte via zijn woordenboeken een afspraak met ons, waar wel 6 generaties en 14 edities ons aan houden. Dit is de taal die wij samen zullen spreken, zodat we elkaar zullen verstaan en verbonden zijn. Deze 7 kilo geven 23 miljoen mensen en collectief een fundament. En dat is een groot bezit in een woelige en veranderende wereld. Wie een woord zoekt, denkt aan Van Dale. De schoolmeester uit Sluis werd een ijzersterk merk. Zo sterk dat momenteel inmiddels meer dan 1 miljoen mensen zijn hulp online inroepen. En hierdoor kennen we onze klanten heel persoonlijker. Opeens hebben woordenboekenmakers en taalbewakers veel rechtstreeks een verbinding met een taalgebruiker. En die vragen niet alleen om advies, die geven het ons ook terug, dat advies. En we zijn er blij om. Want het blijkt dat taal leeft, dat taal verbindt en dat taal tot creativiteit aanzet. Beste taalliefhebbers, taalbewakers, geachte woordenboekenmakers, businesspartners. Van Dale blijft gezaghebbend, Van Dale blijft duidend. En de nieuwe editie, alweer de mooier dan de vorige, die is onderweg. Rond deze nieuwe dikke Van Dale, deze papieren rots in de branding, zal de taal veel meer dan vroeger gaan stromen en bewegen, online. Wilt u straks een woord in onze virtuele wachtkamer zetten, als kandidaat voor een volgende editie? Dat kan straks. Wilt u misschien met een filmpje laten zien wat het verschil is tussen een rumba en een salsa? Stuur ons een link en we nemen het op. Die papieren dikke Van Dale blijft een inspirerend medium en een baken. Maar online, op ons taalpodium, ontmoeten straks honderdduizenden taalgebruikers elkaar om te delen, te spelen en te ontdekken. Kortom, vanavond vieren wij, in naam van Johan Hendrik van Dale, al 150 jaar actief. Het heden, het verleden, maar ook de toekomst. Vanwege het historisch karakter van deze avond zal het ook op beeld worden vastgelegd. Voor ons is Van Dale een huis waar taal zijn plek vindt, een ruimte waar woorden wonen, waar dichters en schrijvers een toevlucht zoeken. Ook een plek waar woorden komen en gaan. Een huis met vele kamers en voor vandaag hebben we dat omgebouwd in een hotel. Ik ga zo bij u in de zaal zitten. Laten we met z'n allen geïnspireerd raken door de woorden van Johan Hendrik van Dale en genieten van een bijzondere voorstelling. Welkom in Hotel Van Dale. Dank u wel. Bali, ereplek. Wat fijn voor u dat ik u toch iedere dag mag afstoffen en mag verwennen. Zeker op deze hele speciale dag. Zo! Hi! Ziet u overeenkomst met die mannen met mij? Ja, hij heeft geen snor, nee. Maar dit is namelijk mijn bed over grootvader. Hè? Dat is de Van Dale, de man van het boek. En ik ben zijn achterkleinzoon. Ook bovenin ook nog mensen. Hallo. Volle bak vanavond. Wat heerlijk. Allemaal voor die grote genie van dat boek. Nou ben ik zelf helemaal niet van de literatuur, hè, of van het schrijven. Misschien had u dat verwacht, omdat ik een achterkleinkind ben. Maar mijn hele familie was geniaal op dat gebied, totdat ik geworpen werd en toen hield het op. Ik ben enorm dyslexisch, dyslexie. Ik heb moeite met woorden en daarom ben ik niet in de uitgeverij of in de boeken of schrijfbranche gegaan. Maar ik ben een hotel begonnen. Ja, als je dyslectisch bent, dan heb je eigenlijk een bloedhekel aan schrijvers en aan boeken en alles. Ja, ik lees niet, ik kijk plaatjes. Hoe viezer de plaatjes, hoe beter het boek, zeg ik maar altijd. Telefoon, moment. Hotel Van Dale. Met H.J. Van Dale zelf. Ja, achterkleinzoon, ja.
Nee, ik moet u teleurstellen. We zijn helemaal vol. Ja, dat komt omdat het vandaag een zeer bijzondere dag is. We hebben groot feest vandaag, want mijn bedovergrootvader viert vandaag zijn 150-jarig jubileum als woordenboekenmaker. Dus er zullen talloze schrijvers en mensen in checken hier. En die komen dan met woorden en met gedichten en met schrijfsels betalen. En als het goed is, dan komt tegen het eind van de avond... Dan komt de burgemeester van Sluis komt en die komt mij hopelijk decoreren. Of dat wil zeggen, mijn vader decoreren. Want mijn bedovergrootvader die komt uit Sluis. Hè, die is daar geboren en die heeft die hele boekendingen daar ook gedaan. Ik weet niet of zij komt en ik hoop het. Ik hoop dat zij met een groot gevolg komt. En ik hoop dat ik tegen het eind van de avond gedecoreerd mag worden. Dus ik moet u teleurstellen. Volgende keer beter. Ja, tot ziens. Ja, helaas. Poes. Poes, 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 poes. Heb je de poes gezien? Ik heb twee poesen en ik kan er geen één vinden. Oh, hier is een poes. Kijk, dit is het loungehoekje. Ja. Hier zitten vaak de gasten. Ik heb meestal hier schrijfgasten. Ja, schrijvers die komen hier en die blijven dan heel lang hier hangen. Poes, 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 poes. Nog een poes. Maar het komt natuurlijk ook omdat ze weten dat ze moeten betalen met literatuur. Dan zitten ze hier de hele avond zitten ze door te bomen. En dan hebben ze discussies over hoe je wodka schrijft. Wodka met een V of wodka met een V. Jenever met een G of jenever met een J. Hier, kijk, hier. Hele flessen laten ze liggen. Wodka. Oh, wat een puinhoop hebben ze er weer van gemaakt. En zij zingt een tekst van Remco Kampert, een ode aan het Parijs van de jaren 60, over het Gare du Nord, het Noordstation. U hoort Ellen ten Damme met Het regende zon. Het regende zon. Die dag in het Noordstation, toen jij naar mij toe kwam, we omhelsden elkaar, je zei dat je blij was, ik wist waar de bus, de 26, die ons zou voeren langs het volk van Belleville, waar het beviel, Rue de Pyrénées, waar ik, obrigada, tegen de concierge zei, waar jij kon zetten je tas en wassen je haar en vragen wat nu. Het regende zon, die dag in het Noordstation, toen jij naar me toe kwam. Het regende zon. Later, jij had een taak, een adres, films over onderdrukte rassen, ver van abes, maar onbedreigd te zien in een culturele ruimte, ver van de rest. Cour Saint-Louis, in die buurt moest je wezen. Meteen na de lunch, de Champs-Élysées. Je kocht nieuwe schoenen, we liepen via Père Lachaise. Het regende zon, die dag in het Noordstation. Toen jij naar me toe kwam, het regende zon. In straten vol afbraak en gaten, in Ménilmontant, wou ik je wijzen op de
Bladeren die dood zijn, de passen verstorven, alleen in mijn hoofd nog steeds die deur. Toch net alsof we er even waren in Parijs, Ellen ten Damme zong Remco Kampert. Over naar de situatie op de Nederlandse wegen. En Simon, rijdt het nog een beetje door vanavond? Nou Frits, alweer een forse ochtendspits met in totaal ongeveer 106 kilometer file. Spits. Frits Spits, die had al lang hier moeten zijn. Waar blijft die man? Ah! Met Hotel van Dalen. Ja, met H.J. van Dalen zelf. Ja, inderdaad, familie van. Ah, de chauffeur van meneer Bijlo. Bent u er bijna? We zitten op u te wachten hier. Waar bent u? Ja? Ah, in de Alinea'slaan. Ja, nou, dan bent u in de buurt. Dan moet u naar het Paragraafplein. Hè? En als u dan daar bent, dan kunt u van daaruit de Van Dalenstraat zien. Maar kijk uit, als u te veel naar links afwendt, dan komt u in de Kromme Kommastraat. En als je eenmaal in de Kromme Kommastraat bent, dan raak je verdwaald, dan kom je niet meer uit. Dan kom je tussen uitroeptekens en vraagtekens in en dan kom je hier nooit. Maar u kunt uw auto kwijt in de Spatiesteeg. Ja, dan zie ik u zo met meneer Bijlo. Ja, ik verheug me er heel erg op. Ja, dank u wel. Ik hang u op. Meneer Wichman, goedemorgen. Menno, hi. Goedemorgen. Ga je naar bed of kom je er net uit? Het is een lange nacht geweest, maar ja. Ik ben eruit. Goed zo, je bent eruit. Ja. Wou je afrekenen? Wou je betalen met woorden? Is dat mogelijk? Dat is mogelijk, ja. Dat zou wel fijn zijn, want dichters hebben het niet breed, zoals je weet. Ik weet het. Ik zie het iedere avond als er afgerekend moet worden. Ik zou zeggen, dus... laat het horen. Afrekenen met een gedicht. Afrekenen met een gedicht. Nou, benieuwd. Geweldig. Hoi zo. In hotel de Dikke Van Dalen. Een avond buiten Amsterdam. Onder het raam van mijn hotel zie ik drie jonge obers roken. De kok, veel buik, veel kuif, heeft tongen zitten troosten en staat hardop van beter werk te dromen. Vraag je hem naar Sluis... Dan klinkt het nors, een heel kort woord, drie letters. Ook de obers willen hier ooit weg. Ik hoor hoe Zeeland zucht. Bewoners, kom terug. Maar zelfs de zee nam hier de vlucht. Wat blijft? Het boek waaraan Van Dalen in het stadshart heeft gezwoegd en dat nog nooit een dichter heeft bedroefd. Ik denk van alles... Ik weet niets. Straks pakt de kok zijn fiets en drinkt hij zielsgelukkig met zijn lief. Iets later nemen vijf obers de weg naar huis. Vijf obers nemen vijf wegen naar vijf huizen en steeds staat in elk huis
een prachtbed opgesteld dat groot, heel groot is en 10 sterrenstelsels telt. Dat was het. Kan ik het je overhandigen? Ik vind dat zo knap. Ja. Dat is toch meer dan geld, mensen. Ja, mag het aan mij overhandigen. Nou. En denk je dat je daarmee de hele rekening vanavond hebt? De drankrekening weet ik niet, maar de hotelkamer... De drankrekening zul je toch zelf moeten betalen, vriend? Het is overal hetzelfde. Neem je bier mee. Oh, mijn bier. Ga je nou naar bed of sta je op? Wat ga je doen? Bij een dichter weet je het nooit. Nee, maar dankjewel. Ik zou zeggen, duik nog even de jacuzzi in. Wij praten met de algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, de heer Geert Joris. Meneer Joris. Goedenavond. Goedenavond. 150 jaar van Dalen, dat komt één keer in de 150 jaar voor. En u bent er niet, hoe kan dat? Ik heb gekozen voor het warme zuiden. Ik hoorde dat het in Nederland erg koud was, dus ben ik maar gevlucht naar het zuiden. Ja. Nee, dus ik geniet van wat vakantie, en dus ja, nu zit ik hier. Ja. Lekker warm. Ja. U maakt ook deel uit van het bestuur van de Karatebond, klopt hè? Ja, dat klopt, ja. Het is dus niet daarom dat u in het warme zuiden bent? Nee, ik ben niet gevlucht voor een of ander misgelopen gevecht, nee. Nee. Heeft u het wel eens geprobeerd op de Dikke Van Dalen, een karateslag? Nee, dat heb ik nooit geprobeerd en ik denk ook niet dat ik het ooit zou doen, want dat is een gevecht dat ik zou verliezen, dus daar begin ik niet aan. U krijgt hem niet door midden, hè? Nee. Onmogelijk. Nee. Wat betekent dat boek eigenlijk voor de Nederlandse Taalunie? Oh, het is belangrijk. Taalbeschrijving is sowieso belangrijk. En Nederlands is een van de best beschreven talen ter wereld. En dat kan je ook niet alleen. Alleen de overheid kan dat ook niet doen. Dat moet je doen in samenwerking met andere partijen, zoals uitgevers, zoals Van Dalen, zoals en andere bedrijven. En samen zorgen we er dan ook voor dat de status van de taal en dus ook de status van het taalgebied in de wereld belangrijk blijft. En dat je als Nederlandse taal... En taalgebied hoog staat aangeschreven in de wereld. En dat is belangrijk, denk ik. Ja. Gebruikt u het vaak? Nee, ik ben, moet ik eerlijk toegeven, eerder iemand die, als ik twijfel aan een spelling, dan toch maar eventjes het woord in Google intik. En zo kom ik er meestal ook wel. Dat is niet de bedoeling, hoor. Nee. Eerst maar ik kan wel een nieuwe versie kopen, dat wel. Ja, ja. En heeft u dan een voorkeur voor een papier of een online editie van de Van Dalen? Goh, ik ben nogal een groot liefhebber van het papieren boek sowieso. Dus als ik het al koop, dan zal ik het, al was het maar om in mijn kast staan te hebben, omdat het ook een mooi boek is. Het is mooi uitgegeven altijd. Dus soms is het praktischer om snel even iets online op te zoeken. Maar zo'n boek hebben is toch ook wel prettig. Ja, volgend jaar komt de nieuwe editie uit van de Dikke Van Dalen, een papieren editie. Ja. Welk woord is het eerste dat u opzoekt in die papieren editie, om even te kijken of het er wel in staat. Goh, ik denk dat het... Misschien zou ik het woord co-creatie opzoeken in de hoop dat het er niet in staat. Maar wellicht... Want dat was mijn volgende vraag. Welk woord hoopt u dat er niet in staat? Ja, co-creatie, omdat ik vind dat is, dat is een nieuw woord dat ontstaan is en in de plaats gekomen is van samenwerken. Ja. En ik vraag mij nog altijd af wat er mis is met het simpele woord samenwerken... Maar blijkbaar co-creatie, dat zegt iets over individuen die met elkaar op individuele basis samenwerken. En samenwerken op zich zegt meer iets over samen iets bouwen. En ik begrijp dus niet waarom dat nu per se moet vervangen worden door co-creatie. Zoveel mooier vind ik het niet. En we hebben een heel mooi woord en dat is samenwerken. Ja. Dus wat mij betreft mag co-creatie eruit. Ja. Ik heb nog een vraag voor u. Wat is uw favoriete beginletter? Ik heb er één, maar heeft u er ook één? Van de eerste letter in de Van Dalen, die ik eventjes doorspit. Heeft u ook zo'n letter of niet? Ik denk dat ik dan bij de X of de Q zou gaan kijken, omdat dat toch de woorden zijn die in Scrabble letters niet hebben kunnen halen. Dat bent u snel klaar. Meneer Joris, nog één vraagje. Twee letters lopen door de Kalverstraat en ziet daar de jarige Van Dalen, zegt de ene letter tegen de andere. Oh, is het, misschien moeten ze dan zeggen, hebben jullie ook al blaren? Hebben jullie ook al blaren? Hij is mooi, hartelijk dank. Ja. Anders had ik iemand in het publiek gevraagd om daar antwoord op te geven. Ik wens u een mooie vakantie nog, meneer Joris. Ik dank u wel voor dit gesprek. Dank je wel en prettige avond. Goedenavond. Meneer Spits! Ja.
Meneer Spits! Fijn dat u er bent. Ja, ik vind het geweldig om hier te zijn. U bent met de radio gekomen. Ja, ja, ik denk anders herkennen ze me niet. Wat een goed karretje zeg. En ja. is het elektrisch of... Ja. Elektrisch wagentje. Ja, een elektrisch wagentje. En aangestuurd door de kracht van de Nederlandse taal. Ja. Dat is een ja, bijzondere ja. brandstof. Ja, goed. En waar zit het gaspedaal? In mijn mond dus. Oh, ja. Heeft u, u komt inchecken of wilt u eerst de mobiele in de garage zetten? Heeft u een koffer? Ik heb een koffer, ja. Mag ik die aan u geven? Ja, geef maar. Ja. Alsjeblieft. God. En ik wil graag voor 4 dagen. Man, hoe lang blijf je? Ja. Dan zitten er allemaal schone onderbroeken in. Jazeker, en ik wil ook de gedichten van Menno Wichman goed begrijpen. En daar heb je even tijd voor nodig. Nou, ik zou zeggen, parkeer hem even in de garage. Voorzichtig, bots nergens tegenop. Is goed. En dan zie ik u zo. Fijn dat u er bent. Ja, ja. Het gaat een geweldige avond ja, worden. Ja, dat is het al volgens dank mij. U ja, dank u wel. Dag. Geweldig zeg. Oh! Ja, meneer Bijlo! Hallo! Hallo, meneer Bijlo, komt u verder? Hallo, goedenavond. Zo zeg. Fijn dat je er bent. Maar ben je niet verdwaald met de auto? Ja, we zijn overal geweest. Ga lekker de chauffeur dacht dat het in het nieuwe spaarvorm was. Ga lekker zitten. Zo. Nou, alles gezien, circus, theater, Pepijn, diligentie. Ik wist niet dat jij ook zo lang was, zeg. Volgens mij ongeveer hetzelfde als jij, toch? Ja, ongeveer. Hoe lang ben je? 1,96. Zo. Ja. Nou, daar zitten we dan, hè? Nog last van de crisis gehad in deze bedrijfstak? Nou, weet je wat? Iedereen noemt zich tegenwoordig schrijver, hè? Dus... Ik heb genoeg volk hier over de vloer. Maar het niveau is niet altijd even hoog, begrijp ik? Nee. Maar ik heb er geen verstand van, hè? En dat was mijn bed overgrootvader. Hendrik Sirjoon. Ja, ik zat zelf zit dus meer in de restaurantwezen in de horeca. Ja. En bent u nou eigenlijk meer schrijver of bent u meer cabaretier? Nou ja, ik was meer cabaretier, maar tegenwoordig ben ik het eigenlijk allemaal. Omdat ik tegenwoordig iets meer van spelling weet dan vroeger. Vroeger maakte het nooit. Maar dat kan ik straks uitleggen. Dat kan ik straks uitleggen. Ja, en was u van plan om ook al de rekening te vereffenen? Of hoe gaat u dat doen? Nou, niet met geld, want dat heb ik op dit moment niet. Kijk, wat bedoel ik nou? Ja, kunstenaar. Ja, maar ik ben wel heel erg benieuwd dan hoe u dat gaat betalen. Nou ja, ik zou hem natuurlijk een soort van ode kunnen brengen. Een soort... Oh, dat klinkt interessant. Ik heb iets nedergeschreven. Zal ik dat eens voorlezen? Heel graag. Dan moet je eens kijken wat voor kamer ik daarvoor kan krijgen. Of een luxe, of met bubbelbad. Ja, dat zien we wel. Ik laat het eerst horen en dan gaan we daarna bepalen welke kamer u mag. Dat klinkt goed. Ik klink wel goed in uw oren. In den beginne was het woord. En het woord stond in Van Dalen. Nou, nee, niet helemaal. Niet. De 150 jaar Van Dalen begon eigenlijk... Dat begon niet in 1874, toen de eerste dikke Van Dalen... maar in 1864, toen het eerste woordenboek der Nederlandse taal uitkwam... van Isaac Marcus Calis en Nathan Salomon Calis. Dat weet je toch? Nou. Calis met SCH, hè? Net als vlees en vis, later in de eerste dikke Van Dalen. Nu is dat overigens met een S, net als mens. Trouwens is overigens nooit met SCH geweest. Nou. Overigens ook niet. De eerste nieuwe woordenboek van de Nederlandse taal was 1864, maar men was daar niet echt vreselijk tevreden over. Er stond namelijk te veel niet in. Bovendien, je kreeg toen de nieuwe spelling van de Vries en Twinkel. Weet je toch? Nou goed, jullie hoef ik niks te vertellen. De Vries en Twinkel, daar is onze huidige spelling natuurlijk op gebaseerd. Hè? 1867 was dat. En 1867 is ook het jaar dat Van Dalen, de schoolmeester, het sluis, de archivaris, de publicist, opdracht kreeg voor dat nieuwe woordenboek. Hij heeft het niet helemaal afgekregen. 1872 ging hij dood aan de pokken. Die stonden er overigens wel al in, de pokken, want hij was al voorbij de P. Hij was toen bij de I. Hij had net het lemma ijver ingevoerd. Ijver. En als je wilt weten wat een lemma is, kijk dan gewoon even bij de L. Ja, ja joh.
Pokken, die had je toen nog. Pokken, dat was een pokkenziekte. Dat stond er ook in trouwens. Pokkenziekte. Pokkenziekte, hè, in de betekenis van ons huidige kloten, zou ik maar zeggen. Kloten. En je kon dus destijds kon je zeggen, reuma is een pokkenziekte. Dat kon je zeggen. Pokkenvent stond er ook in. Pokkenmon nog niet, want dat was er nog niet. Nee, ze waren het niet vergeten, maar je had het nog niet. Net als zwaffelen, dat stond er ook nog niet in. Wat? Zwaffelen? Ja, je kon het wel doen, maar dat heette toen nog roedelen. Maar de ouders van Van Dalen die kwamen uit België, die kwamen uit Eeklo. En toen zijn moeder zwanger van hem was, toen zijn moeder eigenlijk de dikke Van Dalen was, die tijd, zal ik maar zeggen. Toen zijn ze uit Eeklo gevlucht naar Zeeuws-Vlaanderen met SCH. En ze zijn gevlucht omdat er in Eeklo een epidemie was van pokken. En uiteindelijk zijn die pokken Van Dalen dus toch nog fataal geworden. De pokken hebben hem te pakken gekregen. Uiteindelijk, ja, het zijn toch pokken eigenlijk. Pokken. En zijn leerling Manhaven, die heeft dat toen afgemaakt, dat hele woordenboek. En die heeft de rest van de I en de Z gedaan. En daarmee heeft hij het fundament gelegd voor ons Nederlands. Dat is daarop gebaseerd. Wat Thorbecke's grondwet is voor onze rechtsstaat, is Van Dalen voor de taalstaat. Maar niet voor mij. Nee, Van Dalen bestaat dus niet in braille. Ze hebben het nooit gebrailleerd. Oh nee? Nee, nooit. De blinden zijn nooit verder gekomen dan het Prisma zakwoordenboek. En dat was al 1,43 meter dik. Ja. Hele knappe blinde die dat in zijn zak krijgt. Braille, man, neemt gigantisch. Weet je dat er ooit eens een postbode bij mij voor de deur bezweken is omdat ik het Oude Testament besteld had? God straft onmiddellijk, nietwaar. Ja, maar er bestaat dus een ingesproken editie van Van Dalen. Die bestaat er dus een ingesproken editie op cassettebandjes. 2698 cassettes van anderhalf uur. Dat meen je niet. 4000 uur Van Dalen. Dat meen je niet. 100 werkweken spreken. 100 werkweken. Kant 1, ik weet nog kant 1 van cassette 1 van Van Dalen. Van Dalen die begon met 1 april grap. Ja, ze beginnen natuurlijk met alle getalwoorden. Ja, de symbolen, daar begonnen ze al helemaal niet aan. Probeer maar eens het apenstaartje uit te spreken. Dat lukt je niet. Maar dat begon dus met 1 april grap en 06 nummers bestonden nog niet in die tijd, die editie was. Het 1 april grap bestond en het eerste cassettebandje eindigde met het woord absint. En ik had eens een keer, ik studeerde Nederlands, helemaal op het gehoor denk ik dat. Ik studeerde en ik moest voor een paper, voor mijn Nederlands zocht ik het woord absces op. Maar ik wist niet meer of dat nou met een C of met een S was. Nou echt jongen, ik heb me de pokken gezocht. En na 3 dagen zoeken dacht ik, nou weet je, ik vervang het gewoon door fistel. Nee, het is niet helemaal hetzelfde, maar ik wist toevallig dat cassette 854, die begon met het woord fistel. Dus ik dacht, nou ja, dan doe ik dat maar. Maar ons professor waarbij ik die paper moest inleveren, die was onvermurfbaar. Want die paper ging namelijk over Lodewijk van Dijssel, ken je? Schrijver. Karel Albedinktijn, Lodewijk van Dijssel. En die had een andere schrijver, had hij een absces genoemd, en dat moest in mijn paper. En geen fistel, dus die professor was, nee, het was geen fistel, het was een absces. Dus ik ben door dat fistel ben ik gezakt voor mijn propedeutisch. Maar ik had geen idee hoe ik dat nou weer moest schrijven. Mijn peetje noemde ik dat dan maar. Maar toen dacht ik, weet je, nou, dan ga ik gewoon over op het gesproken woord. Ik ben gestopt met die studie en ik dacht, ik ga het gesproken woord doen. Dat maakt geen jota uit. Orale seks met een X, dat klinkt precies hetzelfde als met KS. Pannenkoeken die zijn in je mond niet veranderd. De tong heeft maling aan de tussen. En niemand spreekt met streepjes of met dakjes. De betekenis van het woord, als ik een woord niet kende, dan bedacht ik gewoon een betekenis. En uiteindelijk kreeg ik wel, 2 jaar geleden heb ik de beschikking gekregen over de hele dikke Van Dalen. Die 2634 cassettebandjes, die staan dus nu op 1 USB-stick in mijn digi Van Dalen. Meen je niet? Zo, heb ik hier een kamer mee verdiend? Ja, heb je zeker een kamer mee verdiend. Alsjeblieft, dan geef ik jou dit, de termenlijst. Dankjewel. Ik zal het allemaal nalezen. Ja, en je hebt de Willem-Frederik Hermans kamer verdiend, hè? Oh, dat is voorheen de donkere kamer van Damocles. Ja, ik dacht, daar wil niemand, nooit wil niemand in. Daar wil niemand in, dus... Nee, dus stuur je mij ermee. Ja, nou, ze kan jou in. Dankjewel. En het is de kamer naast de kamer van meneer Dorrestein. Oh mijn god. Die daar met zijn vrouw ligt. Oh. Dus als je vogelgeluiden hoort... Pom, 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 pom. Ja. Ah,
De deur is open! Zou dat allemaal zijn? Ja, ik heb geen idee, joh. De deur is open! Yes. Dat zou misschien... Wat zeg je? Ja, ja. Ik ga misschien maar even kijken. Ja, ik ga wel even open doen. Sorry, hoor. Ja, nee, is goed. Oh, een brief! Van de postbode. Laat jezelf eens zien. Het is helemaal geen postbode, het is gewoon een cameraman. Hotel van Dalen. Ten aanzien van mevrouw van Dalen. Wat zou het zijn, zeg? We gaan het eens openmaken. Oh, het is een brief van meneer Chabot. Lieve mevrouw van Dalen. Lieve mevrouw van Dalen. Graag breng ik bij u de nacht door. Twee nachten liefst. Als uw man, meneer van Dalen, het niet hoeft te weten tenminste. Oh. Een voordeel is dat vrijwel niemand weet van uw bestaan. Zo gaat dat vaker met de vrouwen achter grote mannen. Lieve mevrouw van Dalen, denkt u er gerust even over na. We hebben nog even, na 150 jaar, u en ik. Het komt niet op een uurtje aan. Wat ik over de dikke van Dalen zeggen wilde, dat is dat men het gewicht dat de boeken in de schaal leggen doorgaans onderschat. Ik bedoel, wat de boeken wegen. Ooit, bij verschijnen van Broodje Gezond in 1996, zei het onderwerp Herman Brood tegen Hanneke Groenteman in het televisieprogramma De Plantage, ik citeer, het is een uitstekend boek, want het weegt een kilo. Einde citaat. Kun je nagaan, mevrouw van Dalen, hoe goed de dikke van Dalen is. Want die weegt, inclusief cassette, ruimschoots boven de 3 kilo. Goed, lieve mevrouw van Dalen, ik merk, we hebben een klik, jij en ik. Mag ik jij zeggen? Ja? Dan kunnen we 2 dingen doen. Of jij laat mij mijn kamer zien, of ik laat jou mijn kamer zien. En nog zo het een en ander. Is meneer van Dalen echt niet thuis? Komt dat even goed uit? Dan hebben we een stief uurtje onze handjes vrij. En niet alleen de handjes. Loop maar met me mee, lieve mevrouw van Dalen. Rosalie? Rosalie, zeg je? Mooi. Hele mooie naam. Loop maar gezellig met me mee, Rosalie. Want wij gaan het heel fijn en gezellig krijgen samen de komende uurtjes. Maar denk erom, mondje dicht tegen meneer van Dalen. Oh ja, zeg, het is gewoon een viezerik. Ik dacht dat het een getrouwde man was van 60 met 3 kinderen. Dus hij ook. Wat vind jij daar nou van? Ja, niet kunnen dit. Niet kunnen, toch? Totaal niet kunnen. Weet je wat we doen? We gaan een spelletje spelen. We gaan het woordenboekspel spelen. Oh, dat is... Ja, laten we Vincent erbij halen. En Vincent, is er al Apple van Nispen? Kom je spelletje spelen? Ronald Snijders. We gaan het woordenboekenspel spelen, jongens. Waar blijven ze nou? Heb je nog geoefend, Vincent? Nee, totaal niet. Ik weet niets van woorden. Alleen, ja... Het woordenboekspel ken je toch zeker? Ja, we gaan het woordenboekspel spelen. Jongens, kom erbij, gaan zitten. Ik weet dat het bestaat, maar meer eigenlijk niet. Kent u het woordenboekspel? Hallo. Weet u hoe het werkt? Eppo, leg jij eens uit hoe het woordenboekspel werkt. Nou, dat is interessant. Laat ik het uit moet leggen. Ik kan het ook uitleggen. Het gaat als volgt. U hoort een woord dat u niet kent, maar u bedenkt daar een betekenis bij. Ja. Dat is eigenlijk het woordenboekspel. Zij hoeven dat niet te doen. Wij gaan dat doen. Wij gaan dat doen. Ja. Ik ga gewoon een woord prikken uit het boek. Ja. En dan gaan jullie daar een leuke omschrijving over. Als je dat woord raadt, dan win je iets. Ja. Iets. Wat, ja. Wat wil je winnen? Ja. Ja. Fles drank? Ja. Oh. En zijn je iets te snel, zei je. Als je een van je collega's aan het lachen maakt, dan krijg je een glas bier. Goed, of een andere kamer. Wat zeg je? Wat zei je, Vincent? Wat een andere zei je? Kamer graag. Op je kamer? De nooit meer slaapkamer. De nooit meer slaapkamer. Oh. Ja, ja. Ach, toch eens een Hermans kamer mag ik. Ik prik een woord. Ja. Ik zeg bijvoorbeeld, ik wil een leuk woord even uitzoeken. Het woord vind. Met een F.
Vindt. 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 Met een F. Vindt. 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 Vindt met een F. Vindt met een F. Vindt van één vindt en twee vinten. Ja. Oh. Oh, dat is een vindt bestelde iemand met een hazelip. Wat een vindt. En vindt is een gevonden splinter. Nou, het is een oud. Kom daar maar eens overheen. Jawel, het is een oud Finse plint. Vindt. Een plint van een plint van een plint van een van, huis. Van een huis. Ja. Oud Finse. Ik vind het goed verzonnen, maar het is niet goed. Ach. Het is een zoetwaterharing. Ach. Een vindt. Toch. Toch, ja. Toch weer. Ja. Toch. Ja. Ja. Altijd die zoetwaterharing. Altijd met dit soort woorden. Ja. We gaan er nog één doen. Ja. We gaan er nog één doen. Ik ga voor het woord trepanatie. Erg. Nou, het zou mij benieuwen. Zelfs een rijtje weer. Weer, jongens. Is het trepanatie? Twee of prepanatie? Ja. Trepanatie. Ja, trepanatie. Dat is een natie die uit trepa komt. Een trepanatie. De oude trepanatie had ons geschossen. Duits. Ja, maar er zijn ook Nederlandse woorden. Waren in de Tweede Wereldoorlog, u weet het allemaal. De trepanaties had je daar. Ja, precies. Ja. Vlak voorbij de Grebbeberg waren een aantal... trepanaties. Ja. Trepanatie. Nee, trepanatie. Volgens mij is het een oud woord voor fellatio. Ja, dat is een katholiek oud woord, denk ik. Ik had de mensen al een hint gegeven. Het is een schedelboring. Hè? Ja! Ja. Een schedelboring. Ja. Kom je niet meer aanraken natuurlijk. Nee. Ze boren de gaatjes in en dan komt er iets uit. Zullen we er nog één doen? Ja, gezellig. Heel gezellig. Hebben we wat gewonnen eigenlijk? Nee, niemand. Nee, helemaal niemand. Wie houdt de score bij? Ja, wie doet dat eigenlijk? Wie van jullie houdt de score bij? Oh, doe ik wel. Zeg wel een beetje erbij nou, blijven. Maar. Eens eventjes kijken. Ik ga nu een moeilijke doen. Ik heb zoveel keus. Nu een moeilijke. Ik ga een moeilijke doen. Oh, nu wel echt een moeilijke. Ja. Ik ga nu... Wat is dat? Oh, sorry. Hey. Ik moet eventjes... Ik blijf jullie eventjes hier zitten. Ik moet eventjes... Meneer Dorre Stijn. Fijn dat u er bent, mevrouw. Dorre Stijn. Ja, hallo. Ja. Ik heb een prachtige kamer voor u. Ja, u slaapt in de Harry Moelischkamer. Ja, samen heerlijk op dat prachtige stenen bruidspet. Ja. Is die al opgemaakt? Hij is opgemaakt. Ja. Ja. Oké. Okay. Is dat wat? Ja, dat lijkt me. En hoe wou u gaan betalen? Ja, zij doet het woord. Ja, nee, ik zal de betaling regelen. Het liefste in contant, als het kan. Ja, natuurlijk kan dat. Ik zal u naar het spreekgestoelte brengen. Dat is achter mijn balie. En dan laat ik het woord aan u. Vindt u het goed als ik hem ook in een gedicht betaal? Het mag, alles mag. Oké. Mijn hoofd is soms ook net een hotel voor woorden. Ongevraagd sluipen ze soms het ene oor in, zetten dan de hele boel op stelten, slopen de tv. En voor ik ze kan bestraffen, zijn ze het andere oor alweer uitgevlucht. De laatste tijd laten ze me steeds vaker in de steek, ook toen ik eindelijk met hem wilde praten. En wilde zeggen, vind je niet dat het eens tijd wordt? Zouden we niet eigenlijk een keer... En toen zei hij, we moeten maar een stukje gaan lopen. En dat is natuurlijk ook een vorm van praten. Aan het einde van de dag schoot me te binnen wat ik tegen hem had willen zeggen, maar hij was natuurlijk allang verdwenen. En ik bedacht me dat taal eigenlijk jou spreekt in plaats van andersom. En vlak voor ik indommelde en alle woorden weer mijn hoofd begonnen te kraken, bedacht ik me dat woorden net zoiets zijn als hondjes.
Ze hebben alleen jou nodig om af en toe achteraan te lopen. Het is prachtig. Dank u. Het klinkt een beetje als een gedicht van Ellen Dekwitsch. De paparazzi. Ja, ik zal niet dat zeggen. Ik hier met Hans ben. Nee, natuurlijk niet, mevrouw Dorrestein. Ik zou zeggen, ga lekker naar de kamer. Trek iets makkelijks aan. Neem er mee, ga er naartoe. Ik ben een spelletje aan het spelen en dan zie ik u bij het eten. Nou, met een dichter weet je het nooit. Oh, goed zo. We gaan een spelletje afmaken. Maar nou leek het me zo'n vreselijk leuk idee dat ik niet met het woordenboek doet. Maar Ronald, jij hebt toch ook, bent toch de grote concurrent geworden van mijn overgrootvader? Klopt, ja. Je hebt toch ook een woordenboek geschreven? Ja, ik heb ook een woordenboek geschreven. Het is een beter woordenboek, de alfabet weten. Ja, maar het is wel dunner. Ja, maar wie gaat het hele woordenboek lezen? Dat doet toch niemand? Nee, zeg, vertel eens wat meer van de oorsprong van dat boek. Van dit boek? Ja. Ja, op een gegeven moment bedachten we allemaal rare nieuwe woorden. Ja. En op een gegeven moment hadden we de 1000. En dachten, ja, wie zijn we? Fedor van Eldijk en ik. Aha. En, duo-boek. Het is een duo-boek, ja, met z'n tweeën. En we hebben dus 15 jaar lang hebben we allemaal woorden bedacht. Dat meen je niet. Ja, 15 jaar, ja. Gewoon opgespaard. Ja, opgespaard. En op een gegeven moment hebben we ze op alfabet gezet en toen bleek het een woordenboek te zijn. Wat leuk. Ja, dat is toch. Dus dat hebben we gedaan. Leuk. Dus de benefietkeeper is misschien een... Laura, kunnen we niet doe eens een woord eruit dat wij gaan raden, dan kan ik meeraden. Oh, dat woord is een goed idee. Dat ik een woord, ja, even kijken hoor. Ja. Meekijken. Niet meekijken, nee. Even kijken, dat is leuk. Kaboutertendens. Kaboutertendens. Ja, dat is niet zo moeilijk. Nee. Dat is niet moeilijk. Nee. Dat gebruiken kabouters veel, doen ze dat voor hun mond. Om de beschermen tegen vliegjes die erin komen. Dat is een kaboutertendens. Ja. Oh, ja. Dat is niet goed. Ah! Nee. Het gaat inderdaad voor kleine mannen die met consumptie spreken, maar ook onduidelijk spreken. Die zeggen, wat is dat? En dat is dan kaboutertendens, heet dat. Oh, ah, ja. Geen condens, maar tendens. Tendens. Ja, ja. Ik snap hem, ja. Tendens. Ja, kaboutertendens. Ik denk dat het de kinderdagverblijfisering van onze maatschappij is. Kaboutertendens. Hij is goed. Ja, hij is goed. Hij is goed. Ik geloof dat hier een kamer is verdiend, hè? Ja. Ik heb... De eigenlijke betekenis is dit... Trend dat iemand ongemerkt steeds meer kleine mensen in zijn vriendenkring krijgt. Gebeurt dat vaak, hè? De uitdrukking is dan... Ik bespeur een kaboutertendens. Mijn vriendenkring wordt letterlijk steeds kleiner. Dat is wel waar ook. Staat niet in die dikke vandalen van jou. Nee. Wat is je lievelingswoord uit het boekje? Even kijken, nou ik heb nog een wil je nog eentje? Eentje raden? Ja, joh, altijd graag. Gek op spelletjes. We hebben tot half één. We hebben tot 1 uur. Rijmwee. Wat? Rijmwee. Rijm? Rijmwee. Rijm van rijmen. Ja. Van A, B, A, B, B, A, B, B, A, B, B, A. C, D, C, D, E, F. Rijmwee. Rijmwee. Is een... Ah ja. Dat is een aconsonerende W tijdens de bevalling. Nee, aconsonerend ook. Nee, een allitererende W. Ja. Ik vind hem mooi. Ik vind... Ja. Heb jij nog een rijm W? Rijm W is het verlangen naar Annie M. G. Schmid. Denk ik. Ja, joh, daar kom ik natuurlijk nooit overheen. Rijmwee. Wat zou u zeggen voor rijmwee? Weet u leuker? Zitten er literaire mensen in de zaal die dat weten? De bevalling tot je een rijmend woord hebt gevonden. Dat zou het best eens kunnen zijn ook. Ja. Is het goed? Nee. Oh, nee. Nee, is niet goed. Het heeft twee betekenissen, dus je had zelfs nog meer kans. Twee betekenissen. 1.
dichtregel waarin zowel de hoofdpersoon als de eindklank terugkeert. Dit is heel goed. Bijvoorbeeld, hij ging naar huis, dan was hij weer thuis. Ja. Ze rijmde. Tweede betekenis, extra letter W om een niet rijmende dichtregel toch te laten rijmen. Ja. Een rijm W. Bijvoorbeeld, we gingen naar de zee om lekker uit te waaien. W. Staat niet in die dikke vandalen. Nee, staat niet. Dan moet je mij niet aankijken, dan moet je mijn grootvader aankijken. God, wat leuk zeg. Is het ook in Braille eigenlijk? Komt er een deel 2? Het is toch niet in Braille? Nee. Ah, niet in Braille. Komt er een deel 2? Ja, over 15 jaar. Vrees ik. Ja, het duurt even voordat je dat hebt natuurlijk. Ja. Doe er nog één. Nog ja. Één. We doen dat één nu. Oké, dan doen we er één. Ochtenddirectie. Ochtenddirectie? Nee, ochtenddirectie. Sorry jongens, ik moet weer. Oh. Meer. Vincent, zou jij de jongens hun kamers willen wijzen? Ja, ik denk dat ochtenddirectie toch is een directie die 's ochtends wat stijfjes is nog. Ja. Ja, we gaan naar de kamers. Ja, zal ik... We hebben een minibar, jongen. We gaan in die minibar. Minibar! Vincent, breng ze weg. Gezellig. En jullie kunnen ook nog even de sauna Kom op, Beppo! Hey! Meneer Dorrestein en... Hallo. Mevrouw Dorrestein. Nee, Tjitske Jansen. Daar. Naar de kapper geweest. Tjitske Jansen. Bent u getrouwd, Tjitske Jansen, Dorrestein? Een brutale vraag. Nee. Ze heeft een vriendin. Wat zegt u? Een vriendin. Het is een vriendin? Ja, ik kan niet aan de gang blijven met vrouwen. Waarom niet? Waarom niet? Ja, dat gelooft niemand. Oké. Okay. Maar zij mag zeker wel weer de rekening betalen. Ja, dat was de bedoeling. Goed zo, kom mee. Dan mag jij nu alvast de rekening betalen. Ja, die kan hier met taal betalen, toch? Ja, je kan met taal betalen. Ja. Maar jullie moeten wel met z'n drieën in één bed. Dat wordt steeds leuker. Meer zeg ik niet. Zoals jullie weten was Johan Hendrik van Dalen onderwijzer. Aan een school in Sluis. En ik lees een stukje voor over ook een onderwijzer. Een onderwijzer aan een school in Barneveld. Dat is mijn geboorteplaats. Ik was een meisje in de 5e klas van de lagere school. De meester had naast de deur van het lokaal een ladekastje op een lage kast gezet. Er was een laadje voor gele, een laadje voor rode, een laadje voor groene en een laadje voor blauwe kaarten. De gele en rode kaarten werkten ongeveer als bij voetbal, met dit verschil dat je de kaarten niet kreeg uitgedeeld, je moest ze zelf gaan halen. Vertoonde je volgens de meester ongewenst gedrag, blies hij op zijn fluitje, noemde je naam, en dan liep je naar het laadje om er een gele kaart uit te pakken. Wanneer je gedrag voor de 3e keer ongewenst was, pakte je een rode. Wietse, die tijdens het douchen na een gymles langs het dikke, ondoorzichtige douchegordijn gegluurd had, het gordijn dat de jongensdouches en de meisjesdouches van elkaar scheiden, en die luidruchtig zijn observaties met de andere jongens had gedeeld, had meteen een rode kaart gekregen. Een groene kaart kreeg je voor buitengewoon goed gedrag. Was hiervan volgens onze meester sprake, blies hij 2 keer op zijn fluitje. Een groene kaart kon je wegstrepen tegen een gele kaart. Blauwe kaarten waren de wc-kaarten. Je haalde ze niet uit het laadje, je legde ze er juist in. Aan het begin van de dag kreeg je er 2. Als je naar de wc wilde, hoefde je dat niet te vragen. Je ging gewoon, je legde een blauwe kaart in het blauwe kaartenlaadje. En als je dat op een dag 2 keer had gedaan, mocht je pas weer naar de wc als het pauze was of als de school was afgelopen. Wie aan het eind van de week de meeste groene kaarten in zijn bezit had, kreeg een cadeautje. Een zakje knikkers, een velletje plakplaatjes, een negerzoen, stripboek. Dat het meestal Hendrika Cornelissen was die een cadeautje kreeg, vormde het belangrijkste bewijs dat er iets aan het systeem niet klopte. Er was namelijk niemand in de klas die op Hendrika Cornelissen wilde lijken. Mooi hoor. Ik breng je naar de kamer. Het is goed. Het is mooi. Dat mooi betaald. Tjitske Jansen, mooi hè? Ja. Dat is meneer Dorrestein. Meneer Dorrestein is denk ik al naar boven. Ik wil je waarschuwen, voordat je naar binnen gaat, klop even op de deur voor alle zekerheid. Hè? Ja, goed. Ja.
Ah, meneer Dorrestein. Met mevrouw Dorrestein en mevrouw Dorrestein. Alle drie. En mevrouw Dorrestein. Ja. Wat is hier de bedoeling van? Dan wil ik het wel eens weten, jij met je vrouw. Wat zijn dit voor vrouwen? Mooie vrouwen zijn, dat moet je dan zeggen. Ja, dat zeg ik zeker, ja. Zij zingen liedjes van mij. Ah. Dus verder is er niks aan de hand. Maar hebben ze daar niet iets voor moeten doen? Wel. Ze moeten toch hebben kunnen aantonen dat ze mooi kunnen zingen? Ja, dat ze er mooi uitzien. Ja. Ze hebben het een keer voorgezongen. Ze hebben het een keer aan mij voorgezongen. En toen waren ze enorm aan het zweten hier. Oh. Hans was meteen erg onder de indruk van ons. Oh ja, ja, ja. Toen mochten we blijven. Ja, 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 ja. En jullie gaan op tournee, heb ik begrepen. Ja, ik ga nu met ze optreden, maar ze willen een aparte kleedkamer. Och, dat maar we koken wel voor hem, voor aanvang. Ja. Als ze bij mij op bezoek komen, nemen ze altijd taarten mee. Oh. Dat had je ook kunnen doen natuurlijk, in plaats van woorden. Ja, maar woorden zijn wel leuker dan taarten. Ja, dat is ook waar. En het leuke is dat jij nu wel niet met hun in de kleedkamer wou, maar nu wel met hun in de kamer mag. Ja. Maar ik geef u voor alle zekerheid een extra kamer erbij, de camera obscura. Ja. Hè? En daar is de Hildebrand jacuzzi is daar ook. Okay. Ik zou zeggen, ga er naartoe, dames. Sazi, dames. En ik zie jullie later terug. Zo, vader. Grootvader, hoe vindt u het om te doen? Mijn vader was gek op muziek. Nee, grootvader was gek op muziek, hè? Ja. Het is 150 jaar geleden. Ja. Maar hij hield vroeger al heel erg veel van de Beatles. Dus ik heb een verrassing voor je, grootvader. Ik heb een optreden geregeld van de Kick. Het is een kleine uitgave. De jongens zijn met z'n tweeën en ze gaan een fantastisch lied voor u zingen. En dat nummer dat heet Een woord is uit, een woord is in. Een woord is uit, een woord is in. Wordt het gebruikt, komt het erin. Willem Dries'en selfies zijn nog steeds meer kop dan munt. En de vandalen die is weer een stukje dikker. De radio en de tv spouwen ze uit. En dat werkt mee. Ook al heeft je moeder geen idee wat shine is, is de vandalen toch weer mooi een stukje dikker. Een woord erin, een woord erin, een woord eruit, een woord eruit. Het geheugenkoor zingt bij Hollands Got Talent. De mijlpaaljury heeft beslist, dit wordt het helemaal. En de vandalen is alweer een stukje dikker. Een woord erin, een woord erin, een woord eruit, een woord eruit. En sommigen die mogen dan wel hip zijn. Maar sukkelseks, dat heeft een man pas als die dronken is. Maar de vandalen is alweer een stukje dikker. Een woord is uit, een woord is in. Wordt het gebruikt, komt het erin. Keisha ballen gooien heeft de kermis niet gehaald. Maar de vandalen is alweer een stukje dikker. Een woord erin, een woord erin, een woord eruit, een woord eruit. Of Zwarte Piet een man of vrouw of trans is, maakt eigenlijk niet uit, want Piet is flexiseksueel. En de vandalen is alweer een stukje dikker. De vandalen is alweer een stukje dikker. De vandalen is alweer een stukje dikker. Yes, joh! Geweldig, jongens!
Namens mijn vader, geweldig, mijn grootvader. Nou, die heeft daar van genoten, zeg. Geweldig, hè? Voor het goed, voor het mooi. Kijk, meteen, het volgt zich op. Wim Daniels, hallo. Hallo. Kwam je inchecken? Ja. En ik kwam ook iets vertellen. Je kwam iets vertellen? Ja, als dat goed is. Ja, ik vind alles goed. Het gaat over de dikke vandalen. Ja. Ik heb een tekst geschreven over dik zijn in vandalen. Dat meen je niet. Ga maar daarop gaan zitten. Ja, goed. Vind je dat een goed plan? Ja, is een goed plan. Waar ga je zitten? Daar op de bank gaan zitten. Dan kunnen we naast elkaar gaan zitten. Ja, is goed. En vertel eens iets meer over dat boek dan. Of ga je eerst een stukje lezen of ga je iets meer vertellen over je boek? Nee, ik ga eerst een stukje lezen over de dikke vandalen. Wat dik betekent in de dikke vandalen. Dikke vandalen komt 430 keer het woordje dik voor. Waar? In de dikke vandalen komt 430 keer het woordje dik voor. Ja, daarom is het zo dik waarschijnlijk dan ook. Hè? Ja, maar 480 keer het woordje dunne. Dus dat is wel opmerkelijk. En dikke en dunne komen dus ook samen voor bij Laurel en Hardy. Och jongen. Doet mijn microfoon het niet? Ga ik even opnieuw beginnen. Ja, gaat opnieuw beginnen. Ik ga gewoon mijn tekst. We hebben het over de dikke vandalen en hoe vaak het woord dik erin voorkwam en hoe vaak het dun erin voorkwam. Heeft u het gehoord of niet? Anders herhalen we het. Herhalen. In het dikke vandalen staat dikke vandalen zelf niet vermeld. Maar dikke staat er 423 keer in. En het woord dunne staat er overigens nog vaker in, 480 keer. Soms komen dunne en dikke samen voor, zoals bij Laurel en Hardy. Ja. Maar bij het trefwoord advocaat komen dikke en dunne ook voor. Je hebt namelijk dikke advocaat, staat uit brandewijn. Oh, ik dacht, ja. Maar dikke, je hebt ook dunne advocaat. Maar ken je het verschil tussen dikke en dunne advocaat? Dikke advocaat, daar heb je het hele ei voor nodig. En dunne advocaat, alleen de dooier. Daar komen samen voor. En ik kom wel eens in een verzorgingshuis. En daarvan heb ik de indruk dat de mensen die daar zitten uitsluitend nog in leven gehouden worden door dikke advocaat. Ja? Dan zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Dikke vind je ook in Vandalen in de omschrijving burgemeestersbuik. In Vandalen staat een burgemeestersbuik omschreven als een dikke buik. We krijgen straks de burgemeester van Sluis hier te zien. En die is een uitzondering op deze regel. Ja, dat zul je aan haar zien. Dat is echt een heel slanke burgemeester. Als ze komt, hè? Ze komt. Ja. Ik heb het gehoord. Dikke komt in Vandalen ook voor in de omschrijving van dikbek. Een dikbek is volgens Vandalen iemand die een dikke bek heeft. Dat is op zich een merkwaardige omschrijving. En zo tref je in Vandalen ook een dik bil aan. Iemand met dikke billen, een dik buik. Iemand die een dikke buik heeft, dik hals. Iemand met een dikke hals, dik kop. Iemand met een dikke kop, dik lip. Iemand met dikke lippen, dik nek. Persoon met een dikke nek en dik rug. Iemand met een dikke rug. En dan zou je dus denken dat Vandalen het hele lichaam afgaat. Maar dat is niet zo. Ja. Er staat er maar één ander vergelijkbaar voorbeeld in. En dat is dikbeen. En dat is niet iemand met dikke benen, maar een dikbeen is. Dikbeen is het boveneinde van een varkensvoorpoot. Ja? Dat is toch wel opmerkelijk. Vandalen, dat is heel verrassend in Vandalen. Ook bij de voorbeeldzinnen. Want dikke komt ook vrij geregeld in voorbeeldzinnen voor. En dan staat er bijvoorbeeld bij afwaggelen de volgende voorbeeldzin. Wat voor een dikke dame van welke fijne familie komt daar de brug afwaggelen? Ja? Dat is toch, en dat maakt natuurlijk nieuwsgierig naar de voorbeeldzin bij het werkwoord opwaggelen. Maar dat werkwoord ontbreekt in Vandalen. Dus je kunt wel ergens met een dikke kont komen afwaggelen, maar je kunt niet komen opwaggelen. Ja? Dikke staat in Vandalen ook bij persoonsnamen. Ik noemde net al Laurel en Hardy. Maar het staat ook bij Harry. Dus er staat in Vandalen dikke Harry. En wat betekent dikke Harry dan? Dat is bekijk het maar. En dan kom ik, en dan kom ik zelf uit Aleriksel. En daar zeggen we, praten wij anders, daar zeggen wij in plaats van bekijk het maar, zeggen we altijd dikke lul. Maar in de standaardtaal is dat dus dikke Harry. Daar zal Harry blij mee zijn, ja? Dan heb je ook nog dik bij Bertha. Dikke Bertha, mijn moeder heette overigens Bertha. En zij was niet dik, maar de dikke Bertha in Vandalen is een mortier van het grootste kaliber uit de Eerste Wereldoorlog, afkomstig van de Krupp-fabriek. En de directeur van Alfred Krupp, die zou een mortier hebben volgens Vandalen, die hij naar zijn dochter Bertha heeft genoemd. Andere mensen, meen je niet? Ja, andere mensen denken dat het zijn vrouw is geweest, ja. Maar in Vandalen staat. En dan heb je dikke ook nog bij Billy Turf en Bessie Turf. Ja. Omschreven als een zeer dikke, tonnetje ronde jonge man en jonge vrouw.
En dan, vind ik ook mooi, dikke komt ook voor bij Jonathan. Dat zou je niet verwachten, maar er staat namelijk een uitdrukking in Van Dalen. Het is David en Jonathan. Dat is dus een uitdrukking met als betekenis, het zijn twee dikke vrienden. En nou geloof ik dat een woordenboek geen zelfgemaakte uitdrukking mag maken, maar ik zou graag in plaats van David, daar hebben Mohammed. Ze zijn als David en ze zijn als Mohammed en Jonathan. Ze zijn dikke vrienden. Dus Van Dalen als een soort vredeswoordenboek. Zou mooi zijn, ja? Gaat niet gebeuren. Dan zie je de naam Dikke Van Dalen, want Dikke Van Dalen blijkt heel productief te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook De Dikke Berk van Marian Berk, heeft een boek geschreven, De Dikke Berk. En we hebben ook De Dikke de Boer, dat is van Herman Pieter de Boer, De Dikke de Boer. En nou zat ik toevallig vandaag in de auto met de vrouw van Herman Pieter de Boer. En Herman Pieter de Boer is op 1 januari overleden, ja. 18 minuten na nieuwjaar, van oud op nieuw. En ja. Toch krijgt hij nog een belastingaanslag over 2014. Terwijl hij dus maar 18 minuten in 2014 geleefd heeft. Ja? Den Haag is Den Haag. Ja, nou, hij woonde in Eindhoven. Nee, maar de regels. Ja, dat snap ik. Ja. Maar dat is dus De Dikke de Boer. Dat is nog altijd een prachtig boek. Jammer dat Herman Pieter dood is. Maar in het jubileumboek, en dat is het boek waar je straks ook naar vroeg, dat is dit boek, Verhalen van de Taal, heb je ook twee auteurs die hebben ook iets geschreven over een dikke. Frits Spits, hij is straks hier ook aan het woord geweest. Die pleit in zijn prachtige bijdrage voor De Dikke Blomberg. Frits heeft heel veel radioprogramma's gemaakt. Hij maakt nog steeds een radioprogramma, De Taalstaat, elke zaterdag. Maar hij heeft veel andere muziekprogramma's gemaakt. En daar was altijd Tom Blomberg, was zijn rechterhand. Die heeft veel muziek voor hem uitgezocht. En Frits zou graag willen dat er een dikke Blomberg komt. Omdat Tom Blomberg zoveel van muziek weet. En er staat ook een prachtige foto in het jubileumboek. Waarin de dikke Blomberg is nagetekend. En die staat daarnaast de dikke Van Dalen. En dan heb je ook nog, Vincent is straks al aan het woord geweest. Vincent Bijlo. Ja. En Vincent is een eigen dikke Bijlo aan het samenstellen. Hij vertelde straks dat hij ooit een zakwoordenboekje van Prisma had gekocht. Dat was al 1,43 meter. En hij heeft zelf uitgerekend dat wanneer hij de dikke Van Dalen in braille zou krijgen, dat 5 meter zou beslaan. Ja, en daarom is hij een eigen dikke Bijlo aan het maken. Dat doet hij op een laptop. En aanvankelijk was dat nog niet op die laptop, was dat in braille. Toen moest hij heel groot gaan wonen en toen woonde hij in een grote villa in Laren. En sinds hij die laptop heet, woont hij op een klein appartementje in een klein straatje in een dorpje. De dikke Bijlo komt er ook aan. Ja, dan heb je verder nog, en dan ben ik er bijna. Was er ook niet de Dikke Van Dam, dat kookboek, was het? Dat klopt, Dikke Van Dam? De Dikke Van Dam, Johannes Van Dam. Johannes Van Dam is er ook niet meer. Ja, heb je ook al. En misschien zijn er nog wel meer. Misschien dat er iemand in de zaal nog een andere dikke kent. De Dikke Ik van de NRC. De Dikke Ik van de NRC, heel goed. Is geen prijs, maar toch goed. iemand nog een andere dikke? De Dikke Man, wat is er ook weer? Isha Meijer. Dikke Man, allemaal afgeleid van de Dikke Van Dalen. Zo inspirerend is de Dikke Van Dalen. Ja, joh. En in dat jubileumboek, daar staan dus 50 prachtige bijdragen in. En ik moet zeggen dat het boek vooral heel erg mooi is, doordat het zo fantastisch vormgegeven is door Ellen Spanjaard. Die van ontwerpstudio Spanjaard is. Die heeft eigenlijk de prachtig vormgegeven. En alle mensen die een bijdrage hebben geleverd, die geven ook aan. Ik zal het voorlezen. Veel mensen zien de Dikke Van Dalen als een vriend, een metgezel. En ook bij het trefwoord vriend in Van Dalen komt dikke voor. Wat ik straks al zei, dikke vrienden met als betekenisverklaring zeer op elkaar gesteld zijn. Veel mensen zijn dikke vrienden met de Dikke Van Dalen. Je leest het in dit jubileumboek dat een dikwerf hoera is voor de Dikke Van Dalen. Hoera, ja. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ik ben er zelf een maand of 6 mee bezig geweest. Ja. Maar ik heb dus niet veel meer hoeven doen dan de bijdrage van anderen gekregen. Uit mijn geboortedorp staat er trouwens ook nog van iemand een prachtige bijdrage in, van Harriet Verwette. Die heeft gekeken hoe geëmancipeerd Van Dalen is. Ja. Zeg, wat zou het leuk zijn als dit boek als straks na afloop als doggybag meegegeven werd aan de mensen? Ja, nou was ik dat zit er niet in, denk ik, hoor. Nee, ik weet niet of er dat in zit, maar ik heb wel begrepen dat het alleen voor de genodigden is. En dat zou daarom zeker toch liever niet. Want er zijn andere mensen die zeggen van ja, maar hij zei op het podium, onze boybel, dat we het mee zouden krijgen in een doggybag misschien. Ja. En wij krijgen het niet. Is dat zo? Ja, dat weet ik niet zeker. Ik weet het ook niet. Ik, het zou een leuk idee zijn. Ja, zeker. Dat is het enige wat En anders ligt het in de boekhandel voor 24,50. Oh, kijk. Ja?
Goed. Dat is een andere koe. Dan ga ik er vandoor. Dus je hebt dat goed gedaan, zeg, met dat ding in je... In je reet? En wat ga je zeggen? Ja. Nee, dat wou ik niet zeggen. Ja, ik heb het goed gedaan. Ja. Goed gedaan. Goed. Leuk, man. Heel erg leuk. Oké. Dankjewel. Neem maar pas mee. Ga je nog zingen? De sauna in met Vincent? Ja. Je moet uitkijken, want hij doet, als hij in de sauna is, doet hij nooit een handdoekje om. Ik zelf ook niet. Oh, nee, nou, komt goed uit. Joh, ja? Ga naast hem zitten, zou ik dan zeggen. Ja, en wij zeggen, Vincent en ik zeggen ook altijd tegen elkaar als we samen de sauna aangaan. Dikke lul. Bekijk het maar. Ja? Nou, meneer Van Dalen. In anderhalve eeuw werd u van plaatselijke woordbewaker tot polyglot wereldburger. En ook u weet dat het Engelse woord bird, vogel, net als het woord chick, jonge vogel, ook een tweede betekenis heeft. Vandaar wellicht nu dit cadeau voor u. Van birdwatcher en dichter Hans Dorrestein, zijn werk uitgevoerd door de dames van Zazie. Zij zingen het nummer Excuses en Pardon. Nee hoor. Nee? Dat staat hier toch echt, lieverd? Nou, laat maar zien dan. Wat gaan jullie zingen? Wat gaan jullie zingen? Wat gaan jullie dan zingen? Lente. Ook van Hans. Lente! Nou joh! Wil je het nog opnieuw doen of... Nee. Nee? Nee. Dan zetten we gewoon lekker in. Okay. Ga je lekker zitten? Ik ga zitten. En genieten. Dat het kraakt, laat het sneeuwen dat het wit, en laat opnieuw de kolenkit. Nu de liefde me zo tegen zit. Verschrompelknoppen die ik haat, dooi trek terug tot een klein bak en zaaien. Dames, mooi. Oh, ik heb ook iets heel kleins opgeschreven wat ik nu ga voorzeggen voor een zeer speciale gast. Als de woorden de bakstenen zijn en de taal het huis, dan is de schrijver de architect. Overgrootvader Van Dalen, tot u richt zich thans letterkundig bouwmeesteres Nelleke Noordervliet. Aan 5000 woorden heeft een mens genoeg om een vreemde taal behoorlijk te spreken.
Enige kennis van de grammatica helpt dan om die 5000 woorden een beetje in het gareel te krijgen. Die 5000 woorden zijn uiteraard geen vaststaand reservoir. Het is rekbaar, maar we moeten ervan uitgaan dat er toch een harde kern is van essentiële woorden in een taal. Met 1200 woorden komt een vrij grote groep mensen trouwens ook redelijk uit. Passief kennen Nederlanders en Vlamingen zo'n 20.000 woorden. Als taal een middel is om de communicatie tussen mensen op efficiënte wijze te organiseren, dan is het dus een overkill om een woordenboek samen te stellen met daarin zo'n 250.000 geregistreerde woorden. Het grootste deel van de woorden in de Dikke Van Dalen is niet essentieel, is luxe, is overdrijving, is opschepperij. Schrijvers mogen graag opscheppen. Schrijvers hebben behoefte aan synoniemen en nuances om alle fijnzinnigheden van hun grote hart en dito intellect in varianten te kunnen vangen. Ze gaan zelfs zo ver dat ze nieuwe woorden maken alsof er niet genoeg woorden zijn om uit te kiezen. Ook al een vorm van opsnijderij. En lezers hebben dat door. Ik ken lezers die er een duivels genoegen in scheppen met te wijzen op het feit dat ik een woord gebruik liggend buiten de 5000 noodzakelijke en zelfs de 20.000 passief gekende items. Ze klagen terecht dat ze genoodzaakt zijn naar de computer, de kast of zelfs de bibliotheek te lopen om de betekenis van een door mij gebruikt woord te achterhalen door middel van een woordenboek. Het kan toch niet de bedoeling zijn van een roman dat lezers in verwarring worden gebracht, sterker nog dat de lezers impliciet te horen krijgen dat ze dom en onontwikkeld zijn. Door onbekende woorden te gebruiken demonstreer ik mijn minachting voor mijn lezers en steek ik mezelf in de hoogte. Mijn verdediging dat ik de woorden gebruik simpelweg omdat ze bestaan en omdat ik een ongebruikt woord nog zieliger vind dan een muurbloem, laat hen koud. Als ik daaraan toevoeg dat een beperking in het gebruik van woorden ertoe zal leiden dat we tenslotte terugvallen in het stenen tijdperk waarin 4 grommen en 1 zucht genoeg waren, heb ik de poppen aan het dansen. Dat soort discussies lopen soms uit op een handgemeen. Ik heb wel eens de 3 van de dikke naar mijn hoofd gesmeten gekregen. 1 was raak. Met een bloedende hoofdwond heb ik de plaatselijke bibliotheek verlaten, nagejouwd door een woedende menigte beledigde lezers. In de jaren 90 van de vorige eeuw, toen we door de achteruitgang van het onderwijs en met name het literatuuronderwijs een eerste vermoeden kregen van de kaalslag die plaatsvond in de kennis van het idioom, heeft het tijdschrift Raster 2 maal een nummer uitgebracht onder de titel Vergeetwoordenboek. Schrijvers maakten een lemma voor een woord of begrip dat naar hun idee langzaam in onbruik aan het raken was. Nu, 20 jaar later, kunnen we een lange reeks woorden en begrippen eraan toevoegen. Terwijl de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een even lange reeks nieuwe woorden door de digitale revolutie een plaats heeft gekregen in ons taaleigen. Het werkwoord googelen zou nog niet zo lang geleden zijn opgevat als de verkeerde spelling van goochelen. Wie van 7 sprak, zou zijn beschouwd als een Amsterdammer die probeerde 7 te zeggen. Het woordenboekspel werd hier al gespeeld, maar nog leuker is het vergeetwoordenboekspel, waarbij we elkaar de loef afsteken met het vertellen van verhalen over een in onbruik rakend woord. Mijn bijdrage in het vergeetwoordenboek bestond uit lemma's voor bordeelsluipers, borsthoning,
inktlap, kwitantieloper en zeepklopper. Maar, wat dacht u van? Deemster. Flatneurose. Moedervel. Kalkedotter. Bebogeen. Waterstoker. Kikkerproef. Het zijn sporen uit het verleden, namen uit een roman van Bordewijk, maar eens levend taaleigen. Ik roep u toe. Adopteer een vergeetwoord. Gebruik het dagelijks. Stof het af. Laat het glanzen. Schrijf het 1000 maal op met een kroontjespen. Leer het uw kinderen en kleinkinderen. Overhoor ze. Geef dictees vergeetwoorden. Interlokje. Kleppers. Maasbal. Broskop. Bustehouder. Kippenkontje. Ja. Mooie vrouw, mooie woorden. En dan geef ik nu het woord aan u. Alsjeblieft. En dan stel ik u voor aan Justus van Oel, die het woord graag weer van u terug wil hebben. Nou. Als ik het goed begrijp. Ja. Je gaat het uitleggen, want ik snap er niks van wat je bedoelt. Mooi. Een mooi, hysterisch en nu allemaal moment. U hebt het woord gekregen. Het woord. En dat wil ik graag van u terug. En u begrijpt precies wanneer. Het woord. En u allemaal? Het woord. Nou, elke keer als ik dit doe, en dan doe ik er iets leuks tussendoor. Jullie hoeven het niet alleen te doen. Het woord. Het woord. Het woord. U heeft er vast wel van gehoord. Het woord. Het woord. Het woord. Ontelbare woorden vertellen. Vertalen. Verkopen. Verhalen. Wij zijn de slaven van het woord dat altijd blijft en altijd reist. Van tijd naar tijd, van taal naar taal, van mens naar mens. Het woord, het woord. Geschreven en gelezen. Het woord. Dat door de ramen in uw hoofd, ja, uw ogen, maar ik spreek poëtisch. Dat door de ramen in uw hoofd het brein bereikt en wordt gewogen en van binnen wordt gehoord. Wie leest, kan horen met zijn ogen. Het woord, het woord, het woord. O, hemelshulpste voor het leven. Het woord, het woord, het woord. Dat zich slim in breinen boort. Zingend, zeurend, zinnenstrelend. Het woord geeft zoveel leven zin. Geeft zoveel zin en leven. Het bestaan waarvan wij weten, is een van taal gesmeden keten. Een woordenstroom ontsproten aan een verre bron die ons verbindt en ons volgen zal zolang wij leven. En daarna. Het woord, het woord, het woord. Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden. Daar heb ik wel eens horen zeggen. Maar zoveel beeld als woorden scheppen. Zeg het. Liefde. Zomer. Leven. Kind. Zeg het nog eens. Een exploderend fotoboek. Tot in alle hoeken van het brein werpt één woord zijn licht op dingen. Herinneringen springen op na een sluimering van jaren. Het woord. Het woord. Baken in de beeldenstorm. Het woord. Het woord. Grondstof voor gedichten en gedachten. Het woord, het woord. De baksteen die kan glanzen als een diamant. Het woord, het woord. U had er vast al van gehoord. Maar proef het nogmaals met uw eigen tong. En laat het even liggen op uw lippen. Tot slot nog 3 maal ongeremd. Massaal genieten van een kort
en bondig wonder dat dankzij u bestaat. Het woord, het woord, het woord. Wat deed iedereen goed mee? Kussens, wat deed iedereen goed mee? Ja, ze zijn heel lief. Ja. Ik hoor een fanfare. Dus ga ze halen. Dat is waarschijnlijk de burgemeester. De burgemeester komt mensen. En de burgemeester van Sluis komt. Waar mijn bed overgrootvader ooit gehoren heeft. Ik hoop, ik ga mijn lichaam ter beschikking stellen aan de burgemeester. Die dan dingen op kan drukken of dat ze me iets geeft en vast kan houden. Geweldig! Mevrouw de burgemeester, wat fijn dat u er bent en wat een prachtig gevolg heeft u meegenomen. Ik wil natuurlijk niet op de zaken vooruitlopen. Nee. Ik wil natuurlijk niet op de zaken vooruitlopen. Nee. Maar ik neem aan dat u iets wil zeggen. Dat is zeker. Zou dat mogen? Ja, maar zeker. Nou, dan ga ik dat even doen. Ja, ik breng u even naar uw plek. En dan heeft u alle gelegenheid om iets te zeggen over mijn grootvader. En over het hele gebeuren daar in Zeeland. Dames en heren, goedenavond. Dank u. Voor het hartelijke welkom hier in het Hotel van Dalen. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En wat een eer om met u, bedachter kleinkind van Johan Hendrik van Dalen, kennis te mogen maken. Is het een idee om samen terug naar Sluis te gaan? Dan kan ik u laten zien dat de naam van uw voorvader, Johan van Dalen, nog veel voorkomt. We hebben een Van Dalenstraat. We hebben een Van Dalenschool. En we hebben zelfs een museum dat volledig aan uw bedovergrootvader is gewijd. Ja. Ik denk dat u trots bent op zijn en op uw naam, die verschillende keren voorkomt in deze Bourgondische stad. En eigenlijk ben ik zelf ook heel erg trots op mijn gemeente. En kan ik het niet nalaten om te zeggen dat wij 17 kilometer kustlijn hebben en de allerschoonste stranden van Nederland. Ja. Stadjes, dorpen, buurtschappen maken onze toeristische gemeente tot een plek waar u allemaal van harte welkom bent. Weet u, we maken er een afspraak van. Komt u naar Sluis, dan ziet u met eigen ogen dat ik niet overdrijf. En dan drinken we er samen feestelijk een drankje op. En toosten we op Sluis en op zijn beroemdste oud-inwoner. Maar meneer Van Dalen, we beginnen vanavond met een feest. En ter ere van uw bedovergrootvader en het jubileum. Weet u wat, lieve Johan van Dalen, mag ik dat zeggen? Ik heb iets voor u. Oh, nog gaat het dan. Wat gaat er gebeuren? Een speldje. Een speldje. Gaat u niet piepen als ik verkeerd prik? Au. Ik ben heel gevoelig. Ik merk het, Het duurt nog maar heel even. Kijk, het resultaat mag er zijn. Dank u wel. Gefeliciteerd. Dank u wel. En we hebben nog iets. Met een jubileum. Van harte. Zo ging de dag voorbij.
En u bent er allemaal gekomen voor mijn grootvader, allemaal ingecheckt. Omdat het 150 jaar geleden is dat mijn onsterfelijke voorvader J. H. van Dalen voor het eerst een woordenboek maakte. Ja, meneer van Dalen, u heeft in 150 jaar miljoenen dikke vrienden gemaakt. Dames en heren, en dan wil ik u nu graag vragen om op te gaan staan. Staat u allen op en geeft u een daverend applaus voor deze man.